Dan heb je hier een tasje. Ik sta vandaag onder andere op de registratietent, dus dat is het registreren van nieuw binnengekomen mensen. Wat houdt de studie precies in? Wat is het verschil met vergelijkbare studies in andere steden? Ja, dat soort vragen komen eigenlijk toch langs. Wij willen jullie in het aankomende half uurtje dus vooral veel tips en tricks geven over wat je kan doen om vandaag er veel uit te halen. En de eerste onderwerp waar we op willen gaan is: kies je nou met het hart of kies je nou met het hoofd? We gaan het vandaag hebben over een mission. Matching is proberen ervoor te zorgen dat de juiste student bij de juiste opleiding terechtkomt. En dat is een klus op zich. Ik ben nu aan het kiezen tussen economie en defensie. Nou, ik twijfel tussen bedrijfseconomie en economie. En dat proberen we door de studenten natuurlijk goed voor te lichten over de opleiding inhoudt, dat te laten zien. Maar ook door naar zichzelf te laten kijken en of hij inderdaad wel past bij die studie, de juiste capaciteiten heeft, de juiste instellingen. En we proberen hem vooral op tijd te laten beginnen met studeren. Ik vond het wel interessant, anders dan ik had verwacht. Ik dacht dat ze gingen kijken naar hoe je de beste keuze kon maken tussen die studies. Maar het is wel een goed iets wat ze gaan doen, denk ik. Aan het einde van de dag, wat neem je mee? Hopelijk een duidelijker beeld over wat ik wil gaan doen. Dat je zeker weet over je studie. Dat je zeker weet wat je wil gaan doen. Wat was je indruk van vandaag? Heb je er wat aan? Ja, zeker. Want ik was ook naar Amsterdam geweest, naar Economie 3. Maar die school is heel koud, vond ik. Of die universiteit. En hier, ja, ik weet niet. We kwamen hier aan en we dachten, nou, leuk. Hier, ja, ik weet niet. Het voelt goed. Dus ja. Gezellig Brabant. Ja, precies. En mijn ouders komen er vandaan. Dus... ik voel me hier wat thuis. We staan hier vandaag op de informatiemarkt. Daar geven wij voorlichting en informatie en we delen vooral onze ervaring over de opleidingen. Mijn studie is gewoon mijn hobby en ik hou enorm veel van mijn studie. Ik ben er dagelijks mee bezig. Een professor kan ook goed voorlichting geven. Daarvoor kan je naar de inhoudelijke informatiesessies. Maar ik denk dat vooral studenten echt weten hoe het is om zo'n opleiding te studeren. Kies jij met je hoofd of met je hart? Beide wel een beetje. Qua zeg maar sfeer en gezelligheid, dan zou ik wel met mijn hart kiezen. Met mijn hart. Allebei een beetje. Hoe lang moeten we door? Ja, ik heb al 70 of zo. Ja, moet je wel leuk vinden.